Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend en ik heb hem al klaargemaakt. Even boven, Sarah is beneden ook al klaar. En we gaan zo naar de bioscoop. Wel heel leuk, Sarah weet dat we naar de bioscoop gaan. En die denkt dat we samen gaan, maar als we daar zijn, dan is Sarah de vriendinnetje van school daar ook met haar moeder. Hele leuke moeder ook. Dus dat is helemaal gezellig. Dat is gezellig. Plannen voor de wintervakantie? Ja, de film gaat over de derde keer beginnen. Want ja. Dilund Resort in Denemarken. Hij doet het ook weer niet. Ja, hij maakt geen geluid. Ja, we horen nu voor het eerst stemmen. Dus we hebben net al heel veel film zonder stemmen gezien. Oh, hij stopt weer. En de andere muziek weer. Gaat helemaal fout. Lili gek te doen. Goedemorgen. Eén en laatste dag van de vakantie alweer. Het gaat echt veel te snel en we houden zo van schoolvakantie. Ik ben naar huis aan het rommelen en Sarah is heel lief bezig met de kaaltjes. Ben je een mooie prinses aan het maken? Ja, voor Olivia. En we lopen nu buiten. We wilden toch heel even de deur uit. Dus ik ga even met Sarah naar de speeltuin. Met het klimrek. Ja. Ik zie hem al. Nou, weg Sarah, want ze ziet de speeltuin en ze kan niet helemaal over de stoel. We zijn weer terug uit de speeltuin en het werd best wel een beetje koud, dus nu even lekker samen op de bank liggen. Dit zijn echt mijn favoriete momentjes, gewoon even lekker samen knuffelen. Even liggen. Ik ga zo koken. Mama, Sippelmosser staat er niet. Oh, zullen we die dan even zoeken? Wacht, zal ik op Vilja doen? Nee, dat hoeft niet, schat. Je moet gewoon dit kanaal zoeken. Komt goed. Ik ga nog even genieten. Voordat ik moet opstaan. Oh, kijk, wat is er met dat bootje, mama? Ja, dat is gek, hè? Dat is een grote mensenplaatje. We gaan maar zoeken. Ga het maar intikken. Ik hoor je baby helemaal ademen. Het is alweer 's avonds laat. En ik zat nog even op de tv. En ik zag dat op Netflix het nieuwe seizoen van Homeland staat. Helemaal blij, want ik vind het echt een toffe serie. Wie kijkt er nog meer? En wat vind je ervan? Laat even weten. Dat vind ik wel heel erg leuk altijd om te weten. En daarna ga ik lekker mijn bedje in, lekker slapen en morgen de laatste dag van de vakantie alweer. Goedemorgen, het is zondagochtend. We hebben even nog geen zin om uit bed te gaan, dus we liggen heerlijk samen in bed. Hè? Het is heel gezellig. We zijn lekker aan het knuffelen en aan het kletsen. Dus een heel goed begin van de laatste dag van de vakantie. En morgen begint het zware opstaan weer. Vind je het ook jammer, hè? Kun je niet laten? Nou, we gaan zo eruit en dan ontbijten. En we weten vandaag helemaal niet wat we verder gaan doen, dus we zien het wel. Oh, lekker uit de douche en opgemaakt. Ik ben ondertussen vast begonnen met wat klaarzetten voor vanavond. We zitten nog steeds in de aardappelweken.
Ik denk dat ik nu op de helft ben. We hadden echt, echt, echt mega veel. Nu ik dit klaarzet, dan hoef ik vanavond niet alles in één keer te doen. Want ik heb altijd een hele ruk in de keuken. En daarna even boodschappen doen, maar dat is nu nog dicht. Dus dat gaat nog niet. Je past bijna niet achter de kar. Oh, pas op, je gaat bijna botsen. Lekker in de regen, wat hebben we gehaald? Volkorenbrood. Bananen. Krusli. Hoi. Snijboontjes. Pindakaas, dit is echt de allerlekkerste pindakaas ever, trouwens. Schnitzels. Kip. Doe ik zelf kruiden in de oven. Knoflookpeper. En kidneyboontjes, die vindt Sarah altijd heel erg lekker. En broccoli. Even alles opruimen en dan gaan we even niks doen, denk ik. Kiki! Bibi erbij! Met Bibi! Bibi was mee. Oh, en we gaan nu even lekker cake bakken. We gaan een appelcake maken. En daar gebruik ik deze, de gewone normale cake voor. En dan ga ik heel fijn appel en mijn hoofd valt natuurlijk uit beeld. Zo, dan mag je heel even wachten. Want je mag beginnen met de boter. Heel los te doen. En ik snij hem dus echt zo fijn. En dat gaat er dan door. Yeah. Dat is echt heel lekker. Thank you.
En nu moeten we nog... is dit zichtbaar? Ja. Nog een uurtje wachten. En als je moet wachten, moet je toch iets doen. Dus we gaan dit doen. Wie kent dit nog? Want heel oud spel natuurlijk. Pim Pam Pet. Moet het Sarah nog uitleggen. Kijk, we hebben hier kaartjes. En er staan dingen op. Deze moet ja, jij mag vast draaien. Laat hem maar draaien. En dan kies ik hier... een vakantiebestemming. En als we een letter krijgen, moet je dus iets kiezen waar je naartoe op vakantie kan. Met die letter, wie het eerste zegt, die heeft hem. Kijken waar die op stopt. En die letter, dan moet je iets zeggen waar je dan naartoe op vakantie kan, hè? Even kijken, welke letter? Oeh, wat wordt het? Wat wordt het? De G. Naar Griekenland. Ja, ik wil ook naar Griekenland. Oh, ja. Meisje, je, naam. Een meisjesnaam. Meisjesnaam. Nou, kom bijna de letter, hè? Ik hoop de niet. Het is de... V. Met de V. Vianna. Ja! Vianna. Heel goed. Heb jij een kaart? Dan mag ik er een van de twee kiezen. Iets wat ruikt. Ik heb het ook liggen, mama. Met de A. Appel. Ruikt. Ja, dat vind ik wel dat het ruikt. Dat ruik je, hè, appel. Ja. Ik ruik nu ook appel van de cake. Yay. Ja. Wat geeft licht? Wat geeft licht? Oké, okay, komt ie. De W. Nee. Dat geeft licht aan een W. De winter is snelste winter dan. Maar dat geeft ook een lichtje witte kleur. Nee, wat geeft ze echt licht met een bril? Niet een lamp en niet de zon. En wat geeft ze nog meer licht? Een kaars geeft licht. Maar dat is met een bril. Ook niet met een bril. Ik weet het, een vaccinelichtje. Ja, ik wil ook een vaccinelichtje zeggen. Nou, staan we gelijk. Een kleur kies ik. De N. Wat een kleur met een N. Ik weet al wat. Neongroen. En de cake is klaar, dus ik ga hem eruit halen. Ja, 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 ja. Eens kijken of we hem er goed op krijgen. Oh, wauw, dat is echt mooi, hè? Ja, hij is mooi gelukt, mama. Hij is een klein beetje gebroken, maar... Hij ziet er verder heel goed uit en hij ruikt zo lekker. En we gaan natuurlijk de cake ook even proeven. Het is nog wel een beetje warm, maar ja, we moeten zo koken. Dus zal ik dit even onder over jou? Hoe vind je hem? Lekker. Ja? Is hij lekker? Ik kan het kort proeven. Wacht, nog echt snel. De korst is nog lekkerder. Wil je even met je mond leeg eten? Lekker. Of mond dicht, met je mond leeg eten, zei ik. Goedenavond. Het is zondagavond, dus ik wil nog even de vlog afsluiten voordat ik lekker ga slapen. Bedankt voor het kijken. Abonneer je onder als je dat nog niet gedaan hebt. Duimpjes zijn natuurlijk ook altijd heel welkom en reacties vinden we heel leuk. En probeer ik ook eigenlijk altijd wel te reageren. En dan zien we jullie in ieder geval de volgende vlog weer. Doei! We waren even YouTube filmpjes samen aan het kijken. Nu hebben we een hond, een kat en een hamster in een doolhof. Kijken wie het snelst is. Dus dat is wel echt heel grappig. Wie denk je?